Daphne Bunskoek, bekend van haar televisiewerk bij RTL Boulevard, had bijna een totaal andere carrière gekozen, die van profvoetbalster. In een recent interview met Story onthult ze hoe ze bijna een andere weg insloeg. Haar opkomst in de televisiewereld begon in de jaren negentig, toen ze als actrice in opleiding was aan de theaterschool in Kampen. Tijdens opname voor een theatervoorstelling kreeg ze echter de slappe lach, wat de aandacht trok van RTV-Oost-presentator Eddie Zoe. Hij zag potentie in haar als TV-presentatrice en na een succesvolle auditie begon haar televisiecarrière. Na haar tijd bij RTV Oost volgde TMF en uiteindelijk RTL Boulevard, waar ze nu opnieuw samenwerkt met Eddie Zoey. Eddie en ik zijn altijd in contact gebleven, vertelt Daphne aan Story. We delen een passie voor schilderen, ik focus me vooral op portretschilderen. Exposeren vind ik nog spannend, er zijn zoveel getalenteerde mensen, ik doe het meer voor mezelf. Opmerkelijk genoeg had Daphne bijna een heel andere weg ingeslagen, die van profvoetbal. Vanaf mijn zesde speelde ik voetbal en ik was Nederlands kampioen met de Twentse selectie, vertelt ze. Ik trainde onder coaches als Vera Pauw en Thijs Liebrechts. Ik was erg gedreven, maar rond mijn achttiende stopte ik. Vrouwenvoetbal begon toen net op te komen, maar ik kreeg andere interesses, jongens, werk. Ze bleef nog wel actief in zaalvoetbal, samen met Barbara Barend. Daphne reflecteert nu op haar keuzes en de loop van haar carrière. 'Ik heb geen spijt van mijn beslissingen,' zegt ze. 'Het is altijd een avontuur geweest en ik ben blij met waar ik nu ben.